kunnen gaan eten. Hè. Vertraging heeft, eten en alles. Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Sam. Hey. Welkom. Welkom bij weer een nieuwe video op ons YouTube kanaal. Wie heeft gebeld? Je ouders? My dad. Your dad, oké. We hebben net te horen gekregen dat onze vlucht vertraging heeft. Wel 3 uur. Dus hebben we besloten om nog wat langer hier te blijven. Hè? Anders moesten we binnen een uur naar de luchthaven vertrekken. Maar dat gaan we dus niet doen. Papa heeft de barbecue aangestoken. Daddy! Hey! Is alles klaar voor platte hand? Ja, alles klaar voor platte hand. Oké, komen eraan. Maar gaan zoeken, maar komt er niet. Ah, oei. Dat is weer precieus. Ja, dus dat weten we ook weer. Mama is gaan pissen. Waar is mama? Ik zag die net aan het zwembad, maar... Is mama hier? Hè? Ja, mama, we kunnen gaan eten, hè. Anaïs, we kunnen gaan eten, hè. Hey guys, goeie pizza. Hallo. Wij zijn ondertussen al op de luchthaven. Al even. En we gaan binnen een uurtje denk ik vertrekken. Anderhalf uurtje? Nee. Het is 9 en 5 voor 10. 5 voor 10? Dat is vervroegd. 5 voor half. 5 voor half. Ah, 5 voor 10 is dan borden denk ik. Ah, oké. Okay. I was wrong, hè. Jawel, hier is het vliegtuig. Die is net aangekomen. Het is er al, maar ze moeten dan nog thuis en alles. Ja, en zo. En ik heb geen paniek. Goed, hè? Is dat goed bezig? Paniek! Oké, we zitten op het vliegtuig. Ik zit naast Anaïs en dan met mama. Papa zit daar naast iemand. En Sam zit naast een vriendin. Ik praat heel hard. Ja, praat ik heel hard. Oei, sorry. Ik praat blijkbaar hard. Iedereen hoort mij op het vliegtuig. We gaan nu vertrekken, take off. En ik ga ook hier de vlog afsluiten. Ja, nogmaals een schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Auch von meiner Seite. Mein Name ist Tanja Böckler. Zusammen mit meiner Bürgerkollegin Frau Monika Friedhoff sind wir die verantwortlichen Flugbegleiter.